De meeste mensen zijn nogal gefrustreerd. U ziet er een beetje rustig uit. Ja, wat moeten we dan doen? We moeten nou een hoop heisa gaan maken over iets wat we nog niet zeker weten of het wel of niet gevaarlijk is. Want het is nog niet vastgesteld of het wel of niet gevaarlijk is. Bent u bezorgd? Ja, bezorgd natuurlijk. Ja, omdat je toch niet weet wat je te wachten staat of het wel of niet gevaarlijk is. U heeft daar gewerkt, u zat op de administratie, maar u kwam wel dagelijks in die hal, toch? Tuurlijk. Als we vragen hadden of als we met de medewerkers iets moesten regelen of wat dan ook, kwamen we zeker in die hal terecht, ja. Met mondkapje? Zonder. Geen beschermkleding, geen mondkapje, niks. Ook al zeggen ze van wel, maar er was helemaal geen bescherming. Deed u dat zelf, geen bescherming, of was dat er gewoon niet? Was er gewoon niet. Het was voor de mensen die daar werkten heel eventjes dat ze een mondkapje kregen in het begin. En dan mogen ze blij wezen dat ze daar een week mee deden. Want echt elke dag schone mondkapjes of wat dan ook. Deze daar echt niet. Naar mijn weten niet meer. En ja, u was daar dan. Ik hoor hier mensen die zijn moe, die hebben kanker gekregen. Heeft u ergens last van? Ja, alleen ja, kortademig. Maar ik weet niet of het daar door is gekomen. Dat weet ik niet, dat durf ik niet te zeggen. Ik kan wel zeggen, ja, dat is daardoor gekomen, maar we weten het niet. Bent u iets wijzer geworden van deze informatieavond? Ja, zeker. Sowieso zeker wijzer geworden dat we gewoon gaan kijken voor een check-up. Gewoon even voor de zekerheid, gewoon even na laten kijken. Ja, dan zien we wel. En we wachten de volgende afspraak netjes af dat we hier hebben. En of dan degene van de gemeente waar wij toen voor moesten werken, of die ook eindelijk aanwezig zou zijn. Dus, ben benieuwd. Je bent er rustig onder. Ik wel.